We gaan het hebben over de tophypotheek. Want u bent vandaag met een jaarverslag gekomen en daar heeft u een toelichting op gegeven. En uit die toelichting kwam eigenlijk vooral tevoorschijn uw plan om de tophypotheken af te schaffen. Dat was even schrikken voor menigeen, ook hier aan tafel. En in het land, waarover straks meer. Maar wat was het idee erachter? Misschien eerst even, de taak van de AFM is te zorgen dat mensen in de financiële markt, de consumenten, een zorgvuldige behandeling krijgen door de financiële dienstverleners. Is in het verleden veel fout gegaan in de hypotheeksfeer, in de beleggingsverzekeringssfeer. En bij de hypotheken maken wij ons gewoon over een paar dingen grote zorgen. Als je kijkt wat er de afgelopen 7 jaar is gebeurd, zijn de mensen steeds hogere leningen gaan nemen. Dat is dus in de laatste 7 jaar gebeurd. Wij schatten dat nu ongeveer 400.000 huishoudens in ons land, die hebben een tophypotheek, waarvan de waarde 110% of zelfs hoger is dan de waarde van het huis. En wat dan ook nog eens blijkt, is dat 50% van die hypotheken aflossingsvrij is. Dus daar wordt niks op afgelost. Alleen maar rente over betaald. Ja, en daar wordt alleen rente over betaald. Dus als je de problemen komt, is er niets van afgelost. Dat is allemaal niet zo'n probleem zolang de huizenprijzen blijven stijgen en iedereen een baan heeft. Zoals dat de laatste 20 jaar eigenlijk gewoon is geweest. Maar we gaan nu naar een periode waarin er waarschijnlijk heel veel mensen een baan gaan verliezen. En waarin de huizenprijzen fors onder druk staan. En wat wij dus gewoon voorzien is dat in de komende jaren een fors aantal gezinnen echt in de problemen zullen raken. En die hebben dan, die kunnen dan gedwongen worden hun huis te verkopen. Die hebben dan geen huis, die hebben geen baan. En die zijn wel een schuldrijker. Namelijk, die hebben dan een restschuld, omdat die onderliggende waarde van de huizen lager is dan, die is lager dan de waarde van de hypotheek. En daarom dat wij zeggen, ja, hier moeten we dus eigenlijk vanaf. Maar even voor het begrip, al deze mensen om wie het nu zou gaan, die hebben daar eigenlijk niks aan. Het gaat om nieuwe gevallen, toch? Wat u voorstelt. Je moet natuurlijk ergens beginnen. Hè. Het gaat vooral om nieuwe gevallen. Er wordt natuurlijk door veel mensen gezegd, ja, moet dat nu? Ik weet zeker dat meneer Middenaar dat gaat zeggen. Moet dat nu? Nou, het lijkt me een hele slechte maatregel om dat nu te nemen. U heeft het over een heleboel problemen uit het verleden. Die zijn er. Toen was er veel minder toezicht, helaas. En u gaat nou een hele categorie mensen daarmee treffen. U geeft ze de mogelijkheid niet om via een eigen huis een vermogen op te bouwen. U gaat een hele groep, als het ware, discrimineren. Wie wordt er getroffen, meneer Middenaar? Er wordt met name de starters, dus mensen die voor het eerst een huis kopen, stel je koopt een woning van 150.000 eerste woning, dan moet je 10% aan kostenkoper betalen, het meeste daarvan is overigens belasting, dus dat is 15.000 euro. Nou, dat wordt dus niet meer meegefinancierd. En in het verleden kon dat wel, ik ben het er helemaal mee eens, laten we even duidelijk zijn, dat topfinancieringen, die moeten gewoon niet voorkomen. Men moet niet meer lenen dan je aan kan. Maar nu krijg je het geval dat die mensen, die hebben misschien een klein buffertje, dat moeten ze dan gebruiken. Die hebben helemaal niks meer. Of ze gaan constructief geld lenen. Dan wordt het nog veel duurder. Is daar geen hypotheekgarantie voor zo'n bedrag van 150.000? Ja, daar is een hypotheekgarantie voor. Dus dan zou daar helemaal geen probleem zijn. Dus je gaat een hele groep jonge mensen ga je discrimineren. Meneer Hoogvorst. Nou, ik heb het natuurlijk niet over het verre verleden. Ik heb het gehad over de laatste 7 jaar. En dit gebeurt nog steeds. En ik heb het er niet over om te voorkomen dat mensen vermogen op kunnen bouwen. Nee, ik heb het erover om te voorkomen dat mensen met helemaal niets eindigen. Sterker nog, dat ze eigenlijk alleen maar eindigen met een schuld. Maar in het voorbeeld van meneer Middenaar. En dat is dus een heel groot risico wat op ons afkomt. Als je ziet dat er gewoon honderdduizenden gezinnen in dit land een schuld hebben die groter is dan de onderliggende, ik heb het niet over executiewaarde, ik heb het over de marktwaarde van hun woningen. Dan hoeft er maar een paar dingen fout te gaan, namelijk dat je je baan verliest. Een van beide partners verliest een baan. Je kunt je betalingen niet meer verrichten. Iedereen verwacht toch wel. U kijkt naar het eind van de lijn. Ja, maar het begin van de lijn, waar meneer Middenaar het over had, dat is dat je als starter dus in uw plaatje, dat zal dus wat eigen geld beschikken om te kunnen beginnen om een woning te kopen. Is het nou ten eerste zo raar? Even dan een punt maken. Wat er nou in feite gebeurt, is dat starters nu,
die betalen de prijs van het verleden, van mensen die een te hoge hypotheek hebben gekregen in een tijd waar het toezicht in tekort is geschoten. Maar vindt u het als hypotheker nu verantwoord om in deze tijd, waarvan u weet dat de kansen groot zijn dat de huizenprijzen dalen, en dat mensen zonder baan komen te zitten, vindt u het verantwoord om mensen nog steeds hypotheken aan te smeren, wil ik niet zeggen, maar te verkopen, van 120% van de waarde? Nee. Dat kan ook. Maar dat gebeurt dus nee, wel. Dat gaat het dus niet. Dat is het punt niet. Dat gebeurt dus op grote schaal. Ik heb gewoon statistieken gezien waaruit blijkt dat er op dit moment een groep van 400.000 mensen is. Er zijn dus op dit moment is de woningmarkt behoorlijk tot stilstand gekomen. Er zijn 30% minder verkopen geweest. Dus mensen die een huis hebben, die blijven zitten, die doen even niks. De beweging die wij zien in de winkels is dat er veel starters zijn. Die denken, ik heb een kans. Ik kan nu misschien met een wat lagere prijs en een gunstige rente toeslaan. Ja. En dat ontneemt u ze. Ja, laten we dat punt toch nog even goed doornemen. Want dat is natuurlijk een belangrijke markt. Want u wilt toch ook dat die woningmarkt dat die in beweging blijft. En die moet het hebben van starters. Nou, kijk, die starters moeten dus in uw visie, moeten ze, neem het plaatje 150.000 euro, die moeten dus zelf 15.000 euro hebben om te kunnen beginnen. Ja. Nou, ten eerste lijkt het me dus een heel gezond oud-Hollands principe dat je niet meer leent dan de waarde van het onderpand wat je koopt. Tenzij je verwacht dat het huis in waarde stijgt, zodat het probleem in de kortste keren is opgelost. Nee, je lost ook af. Nee, maar er zijn dus het aflossingsvrije deel van leningen, heb ik net gezegd. Dat is de helft. Dus, dat is heel, dus je lost over de top af. Dus dat is heel erg veel. Maar laten we teruggaan naar mijn punt. De starter die heeft dus in uw visie voortaan flink wat eigen geld nodig om te kunnen beginnen op die woningmarkt. Is dat zo erg? Nou, als mensen daardoor worden afgeschrokken, dan hebben ze dus geen koopwoning. Het was tot 7 jaar geleden was het de normaalste zaak van de wereld dat als je zo'n grote aankoop deed als een huis, dat je zelf wat geld meebracht. En dat is in de hele wereld normaal. Mijn Engelse collega die praat niet over een grens van 100%, nee, die praat over een grens van 70% tot 80%. We zitten in Nederland veel hoger dan in omringende landen. U gaat een hele doelgroep discrimineren. Nee, ik discrimineer helemaal niemand, want het gaat mij er natuurlijk niet om mensen te pesten. Het gaat mij om mensen. Het gaat om mij om mensen. Het gaat mij er ook niet in om uw commerciële belangen dwars te zitten. Dat gaat er natuurlijk al helemaal niet bij u om. Het gaat mij er ook niet in om uw commerciële belangen dwars te zitten. Dat gaat er natuurlijk al helemaal niet bij u om. Maar waar het wel om gaat, dat is dat mensen wil behoeden voor economisch onheil. En u zult toch met mij niet kunnen ontkennen dat in de huidige kredietcrisis, waarin er van alles aan de hand is, waarin we dus zien dat maandelijks de huisprijzen dalen, waarin we de komende maanden zullen zien dat veel mensen hun baan zullen verliezen, dat het heel riskant gaat. Maar u gaat bij de politie zit het wel goed, als waar. Er komen berichten naar buiten. Bijvoorbeeld, er wordt in de politiek gezegd, we moeten praten over de hypotheekrenteaftrek. Grote paniek, iedereen blijft helemaal stilzitten. U komt nou weer met dit voorstel. Ja. Ik vind het een hele wetenschappelijke benadering van een probleem. Het probleem is niet zo groot. En we krijgen weer die paniek. We hebben rust nodig. En die biedt u niet. We moeten kijken naar de cijfers. En als je naar de cijfers kijkt, dan zie je dat er helemaal geen mensen nu in de achterstand. De achterstanden lopen niet op. Lopen niet op, nogmaals. En je gaat nu een hele categorie ga je er buiten sluiten. Maar even reageert u even op het principe wat meneer Hogevoort zegt. Je moet, als je voor 150.000 euro een huis koopt, is het toch niet zo raar dat je daar dan een gedeelte van zelf al hebt. Bijvoorbeeld 15.000 euro. Het principe dat je straks een huis van 150.000 euro koopt, dat je dan al voor 165.000 euro een hypotheek moet hebben, en dat die huizenprijs naar beneden gaat, en dat de kans dat je baan kwijtraakt groter wordt. Ja, maar wat zegt u tegen die mensen dan? Nou ja, je moet dus, nogmaals, die 15.000 is het merendeel belastingen. Daar kan je ook wat aan doen natuurlijk. Maar dan heb je ook nog, dat stel je hebt die 15.000 en die mensen zullen dat zeker hebben, want ze moeten ook nog dat huis inrichten. Dus die gaan nu dat geld van het huis inrichten gebruiken om dit te financieren. Dan hebben ze dus nul, buffer nul. En dan gaan ze constructief geld lenen en zijn ze veel hoger waard. Ja, dat is natuurlijk een risico. Dat zullen we natuurlijk ook heel goed in de gaten moeten houden. Ja, maar hoe controleren?
Daar hebben wij onze middelen voor. Bovendien is het ook zo... Wat we gewoon zien is dat banken die twee zaken op elkaar laten aansluiten. En dat hebben we heel snel door. Dat kunnen we gewoon goed bekijken. Maar meneer Hofvoors, in dit voorbeeld wat we nu hebben... hebben we dus dat huis gekocht voor 150.000 euro. Die 15.000 euro hadden we gespaard voor de bank, de televisie en wat dan ook. Nou, die hebben we dan nu als eigen geld voor de hypotheek. En die andere 15.000 gulden gaan we bij meneer Schering gaan lenen. Zegt u dan nee, dat mag niet? Dan zeg ik, dat is heel erg onverstandig en wij zullen...